jongens en meisjes, het is weer tijd voor het kindermoment. En voor dit kindermoment heb je even een paar spullen nodig. Je hebt nodig een bakje met een beetje zout, met een beetje azijn en met een beetje suiker. Je hebt een blinddoek nodig, kan ook gewoon een theedoek zijn of zo. Een klein lepeltje. Een tube tandpasta en een bakje met een dekseltje. Oké, dus wat heb je nodig? Beetje zout, beetje azijn, beetje suiker, tube tandpasta, lepeltje, een blinddoek of een theedoek en een bakje met een deksel. Als je mij nu even op pauze zet, kun je het even allemaal gaan ophalen en dan kunnen we zo beginnen. Oké, heb je alle spullen? Leg ze nog maar even voor je op tafel. We gaan het vandaag hebben over de tong en wat je allemaal met je tong kunt doen. Eerst eens even kijken of jij met je tong al je tanden en al je kiezen in je mond kunt aanraken. Probeer het maar eens. Oké? Kun je nu ook met je tong het puntje van je neus aanraken? Ik ga het niet eens proberen, want ik kan het niet. Kun je je tong oprollen? Dat je er een soort worstje van maakt. En nu iets lastigs. Kun je van je tong een soort gootje maken? Dus dat je de buitenkanten van je tong naar binnen rolt. Ja, ik kan het. Maar er zijn heel veel mensen die het niet kunnen. En heel veel kinderen die het niet kunnen. Dus ik ben heel benieuwd of jij het kunt. Oké, dus je kunt trucjes doen met je tong, maar je kunt je tong ook voor andere dingen gebruiken. Voor proeven bijvoorbeeld. En nu mag je even die blinddoek voordoen, of die theedoek. Ik ga het ook doen. En dan zet je die drie bakjes voor je met zout, suiker en azijn. En dan vraag je of je vader of moeder of je broer of zus dat even kan omwisselen, zodat je niet weet wat waarin zit. En dan ga je nu proberen of je het kan herkennen. Ik ga eens even kijken hoor. Wat suiker. Lekker. Oeh, dat is zout. En dat is azijn. Konden jullie dit ook? Het is best makkelijk, hè? Je tong weet heel goed of iets zoet is, of zuur, of bitter, of zout. Maar je hebt je tong ook nodig als je wilt praten. Sommige letters kun je best zeggen zonder je tong te gebruiken. Bijvoorbeeld de p en de b en de m en de f. Probeer maar. Gebruik je eigenlijk je tong niet bij. Daar heb je vooral je lippen bij nodig. Maar er zijn ook andere letters. Bijvoorbeeld de t. Probeer maar eens de t te zeggen zonder je tong. Dat gaat niet. Of de l, of de s, of de r. Je tong heb je nodig om te praten. In de Bijbel gaat het ook over je tong. Over dat je met je tong goede dingen kunt zeggen, maar ook slechte dingen. Er staat iets over in de brief die Jacobus heeft geschreven. Ik lees het even voor. Jacobus zegt, let goed op wat je zegt. Zorg ervoor dat jij de baas bent over je tong. Misschien heb je wel eens op een paard gezeten of op een pony. Als je wil dat je paard doet wat je zegt, moet je de teugels gebruiken. Als je naar links wilt, trek je aan de linkerkant. Als je naar rechts wilt, trek je naar rechts. Het paard is veel groter dan jij, maar hij doet precies wat je wilt, als je de teugels goed gebruikt. Met een schip is het ook zo. Het stuur van een schip is maar klein. Maar met het stuur kun je een heel groot schip precies de goede kant op laten gaan. Zo is het ook met je tong. Je tong is maar een klein deel van je lichaam, maar oh, wat heeft die veel praatjes. Lieve vrienden, zegt Jacobus, let op je woorden. Gebruik je tong om goede dingen mee te zeggen. Over God, maar ook over andere mensen en kinderen.
Want je kunt toch niet eerst allemaal mooie dingen zeggen over God en voor God zingen en zo. En daarna lelijke dingen zeggen over de kinderen en de mensen die God gemaakt heeft. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Uit de mond van iemand die Jezus kent, moeten alleen maar goede woorden komen. Dat zegt Jacobus in de Bijbel. En als ik dat hoor, dan denk ik, oei, want ik zeg wel eens onaardige dingen. Pas nog tegen Joël, dat is een zoon van mij. Ik zei tegen Joël, wat heb jij een lelijke broek aan zeg? Die zou ik maar gauw in de vuilnisbak gooien. Oei, heb jij ook wel eens wat lelijks gezegd? Of heeft er iemand ook wel eens iets onaardigs tegen jou gezegd? Dat is niet fijn, hè? Oké, we gaan even die bakjes wegzetten. En we gaan bezig met ons andere proefje. Hier is het bakje, het plastic bakje met het dekseltje. En hier is de tandpasta. Het is een, ik heb een volle tube tandpasta. Ik hoop jij ook. Ik trek even het dingetje eraf. En nu krijg je 5 tellen om zoveel mogelijk tandpasta in je bakje te knijpen. Klaar? Af. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, moet je even kijken. Hij is bijna leeg en alle tandpasta zit hierin. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben ook dit lepeltje nog. En nu geef ik je 10 tellen om met je lepeltje zoveel mogelijk tandpasta weer terug te doen in je tube. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dat ging niet zo goed, hè? Tandpasta uit een tube knijpen is veel makkelijker dan het er weer in zien te krijgen. Het lijkt wel een beetje op lelijke woorden zeggen. Het is heel makkelijk om lelijke woorden te zeggen. Het gaat bijna vanzelf, net als een tube tandpasta leegknijpen. Maar die lelijke woorden weer terugnemen, dat is moeilijk. Net zoals tandpasta terugstoppen in een tube. Als iemand iets lelijks tegen jou zegt, dan is het heel lastig om dat weer te vergeten. En als jij iets lelijks tegen een ander zegt, dan vindt die ander dat ook heel moeilijk om te vergeten. En daarom zegt Jacobus, gebruik je tong om goede woorden mee te zeggen. Dat kunnen we eigenlijk wel proberen vandaag en deze week. Om hele aardige dingen te zeggen. Thuis, maar ook op school tegen de kinderen die je ziet. En nou zitten we nog even met de tandpasta. Die zit in het bakje. Maar wat moeten we er nou mee? We kunnen het niet terugkrijgen in die tube. Nou, dat bakje heeft natuurlijk een deksel. En dat kun je gewoon in de badkamer zetten. Met het lepeltje erbij. En als je je tanden wil poetsen, dan smeer je gewoon een beetje tandpasta op je tandenborstel. En zo maak je het hele bakje leeg. Hey, dat was het voor vandaag. Ik vind jullie allemaal toppers en kanjers. Geweldige kinderen. En ook geweldige vaders en moeders en andere oudere mensen en jongere mensen. En ik zie jullie hopelijk allemaal zo snel mogelijk. Doei!